Welkom bij deze zondagvideo en dit wordt de video met de meest gestelde vragen. Een van de meest gestelde vragen is: Tessa, ben jij niet te groot voor Blondie? Ja, ik ben te groot. Is dat zo? Nee. In ieder geval, wat we gaan doen is eerst Blondie even opmeten. Dat is wel heel leuk. Daarna gaan we... Nou, ik wil er wel bij zeggen bij het opmeten. Wij hebben geen professionele stok. Nee. Dus wat wij gaan doen, wij hebben gaan een rolmaat. En een swappie. En een swappie. Dan doen we het swappie op haar schoft. En dan gaan we kijken of het zo werkt. Uiteraard is dit niet officieel. Maar ik kom op 1,50 uit. 1,50 meter. Dat dacht ik al. Dus dat is ze dan ongeveer. Dan kan ze ook 1,51 zijn. Ze staan ook op hoefijzer, dus misschien is ze 1,49. Maar 1,47,9 is een D-pony, dus ze is echt een E. En ze is 1,50 meter. Maar nu gaan we natuurlijk Tessa even meten. Dus Tessa, als jij even je pony in de stal wil zetten, dan kunnen we jou gaan meten. Dan hangen we de rolmaat gewoon aan de deur. Is. Het kan me niet schelen dat jij hem op je hoofd draait. Zo. Oké, dat is Tessa. Er moet iemand met paarden langs. Ja, nou dat kan zo. Dan gaan we even kijken hoe de microfoon in mijn gezicht. Sta je rechtop? Ja. Zo. Oké, dan mag je weg. En dan zien we. Tessa is 1 meter en 65 centimeter. Dat betekent dat Tessa haar hoofd maar 15 centimeter hoger is dan de schoft van Blondie. Ja, en wat moeten we daar dan van vinden? Zo, dus dit was het hele meetgebeuren. Ja. Dan zullen we nu nog even een video langs laten komen dat je gisteren aan het rijden was. Ja. Met Daan. Nou, dan konden jullie zien dat haar voeten ongeveer hier zitten. Daar. Dus net wel, net niet onder de buik door. Ben je dan te groot voor Blondie? Nou kijk, het is eigenlijk best simpel. Ben je te groot? Ik vind van niet. Bij Bel was je echt te groot, dat was ook te zien. En Dani vindt me ook niet te groot. Nou ja, het blijft een mening. Kijk, iedereen mag zijn eigen mening vormen en iedereen mag er van alles van vinden. Maar wat weeg je? 50 kilo? Zoiets. Zoiets. Weet je hoeveel je weegt? Nee. 60 kilo? 70? Nee. 80? Nee. Wat weeg je? Dat weet ik niet. Ik ga ook niet iedere dag op de weegschaal nou, staan. De laatste keer dat je op de weegschaal stond, hoeveel woog je toen? 50 denk. Dat zeg maar gewoon. Ja, ik denk 50. Dus Tess weegt ongeveer 50 kilo. Blondie weegt ongeveer... 400 kilo, misschien iets meer. Dus laten we uitgaan van dat zij 400 weegt. Nou, dan mag er 80 kilo op. Tessa weegt 50 kilo. Dus ik heb dus 30 kilo te gaan. Er is nog, nou, nog een beetje zadel en zo. Dus het is nog zeker 25 kilo. 25 kilo, oh Mickey! Voordat er überhaupt over na hoeft gedacht te worden of Tessa te zwaar zou zijn voor Blondie. Nou heeft Tessa ook nog een hele lap. Kom, gaan we ook nog even laten zien. Kom maar. Kijk, volgende item. We gaan de benen van Tess meten tot haar heup. Tessa heeft 98 centimeter aan benen. Yes, het is nog geen 1 meter. Woehoe. Dus dat betekent dat ze gewoon hele lange benen heeft. En niet zo lang bovenlijf. Zodra je bovenlijf te lang wordt, dan kom je in balansproblemen. Dus dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar jouw bovenlijf komt nog niet in balansproblemen. Ja. Dus wat ons betreft kunnen we... zeggen dat je niet te lang bent voor Blondie. Ja. Mocht jij dat wel vinden, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Alleen gaan wij er niks aan doen, toch? Ja. Jij blijft lekker bij Blondie en Blondie blijft lekker bij jou. En dan komt het allemaal goed. Ja. Dan nog de vraag, waarom reageer je niet? Ja. Wij hebben best wel veel social media kanalen. Ja, YouTube, Facebook, TikTok. We hebben ook nog e-mail, de website, nou ja, van alles. Als je ons dan een berichtje stuurt, vinden we dat natuurlijk heel erg gaaf. Ja, zeker. En op Instagram proberen we ook iedereen in ieder geval toe te voegen. Maar als je dan een berichtje schrijft, bijvoorbeeld, ik ben onwijs fan van jou, vinden we dat natuurlijk super gaaf. Ja. En dat vinden we heel fijn. En meestal proberen we ook een hartje te sturen. Maar daarna krijgen we dan vaak ook de reactie. En dan sturen ze nog een paar berichtjes. Hoe oud is Blondie? Hoe oud is Tessa?
En we hebben natuurlijk een website waarop alles staat. Hoe oud Blondie is, hoe oud Tessa is, ja. Hoe oud ik ben, hoe oud Verona is, hoe hoog ze zijn. Dus alle gegevens staan daar. En we vertellen het ook best wel vaak in video's en heel vaak in livestreams en heel vaak in live chats. Ja. En dan moet je ook nog voorstellen dat we ongeveer, nou, ergens tussen de 20 en 500 berichtjes per dag krijgen. De ene dag hebben we er maar 20 en er zijn dagen dan krijgen we er echt 500. Dus dat het voor ons ook simpelweg niet mogelijk is om continu iedereen antwoord te geven. Ja. Dus heb je nou echt een vraag die je niet op internet kan vinden, die echt ergens anders overgaat dan alle vragen die altijd al gesteld worden, dan proberen we daar antwoord op te geven. We hebben ook wel eens bedrijven die graag iets willen of mensen die graag iets willen. En daar kunnen we niet altijd op ingaan, maar we proberen er altijd goed naar te kijken. En het is vandaag voor het eerst dat Blondie en ik een soort liefde hebben of zo. Dus we proberen daar altijd voldoende aandacht aan te besteden en jullie zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar het is gewoon niet altijd mogelijk. Ja, ja. Dus vergeef het ons als we geen antwoord kunnen geven. En probeer vragen gewoon eerst even op te zoeken, want de meeste antwoorden zijn overal te vinden. En als je ons video's kijkt, dan weet je ook dat Blondie een NRPS-merrie is. Ja. En dan weet je hoe hoog ze is. 1,50 tegenwoordig, hebben we net opgemeten. En dan weet je ook dat het een palomino is en dat ze 5 jaar wordt, 25 juli. En dat Verona 18 jaar wordt of geworden is, 2 april. Dus dat zijn dingen die je allemaal op kunt zoeken. En ja, dan vind ik het niet heel logisch om daar dan ook nog antwoord op te moeten geven. Omdat, ja, wat ik zeg, we krijgen gewoon heel veel berichtjes. En dan geef ik liever antwoord op de vragen die niet zo makkelijk op Google te vinden zijn. Of ja, op onze website of op onze video's of waar dan ook. Daarom reageren we soms niet. Oké, okay, nog meer meest voorkomende vragen. Hoe oud is Verona? 18. En dan nog veel gestelde vragen is, hoe oud ben ik? 47? Ja, bijna 48. Hoe hoog is Verona? 1,67. Nee, 1,67. Wat voor een ras is Blondie? Een NRPS. De Verona, wat voor ras is die? Zij is KWPN. Nog een vraag, komt Kim nog terug? Dat weten we niet. Kim is HBO aan het doen en haar opleiding aan het vervolgen. Dus die staat op een andere stal. Dus Kim hoort altijd in ons hart bij ons. Maar of ze ook daadwerkelijk nog bij Hart van Paarden in beeld komt, dat weet ik niet. Zal vast wel een keertje, maar niet meer zo frequent als vroeger. En natuurlijk nog, welke school ga je? Ik ga naar een MAVO in Vlaardingen, 10-jarige MAVO. Precies. En is ook nog een vraag, welke musical heb je? Maar daar kan ik helaas niet op antwoorden, want dat houden we met onze school nog geheim. Dus dit waren de meest gestelde vragen van dit moment. Heb jij nog andere vragen die niet beantwoord zijn en je ook niet kunt vinden op een van onze social media kanalen of de website? Laat ze dan hieronder weten en dan kunnen we altijd nog een keer een video eraan besteden. Ja! Voor nu, bedankt voor het kijken. Ik heb nog een vraag. Ja? Ik heb deze keer een vraag aan jullie. Hebben jullie nog echt dingen waarvan jullie denken, daar wil ik zo graag nog een video van? Ja, slimme. Laat hier beneden in de comments, want dat is voor ons heel handig en voor jullie waarschijnlijk ook. Dus wil je nog ergens een video van? Laat hier beneden weten. Nu bedankt voor het kijken. Ik zie je heel graag een volgende keer. Doe vooral een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, als je toch bezig bent, klik op belletje heel fijn in Duitsland. En zie ik jullie heel graag de volgende keer. Doei!